Maar ik denk dat dat nuanceren, verdiepen, verplaatsen in de ander, het relativeren van je eigen standpunt, dat dat is wat de wereld beter maakt. En naarmate ik meer weet, denk ik steeds meer wat de samenleving beter maakt of goed houdt, dat is uiteindelijk nuance. Nadenken. Want uit nuance en je verdiepen in de ander, betekent dat je daar een soort respect voor krijgt. En dat je ook accepteert dat mensen allemaal verschillend zijn en dat je ook ruimte geeft. Maar ik denk, als je echt gaat kijken waar het misgaat in deze wereld, is dat de mensen, doordat ze egocentrisch bezig zijn en macht en weet ik veel wat, dat ze daardoor in hun eigen gekte belanden en dwangmatig obsessief gedrag om andere mensen het leven zuur te maken. Ik denk, nou, het mis is, ja, dat waar het mis is in deze wereld, dat mensen zich... dat er geen verbinding is en dus ook geen gevoel om er voor anderen te zijn. Of wat voor anderen te kunnen betekenen. Ja. Laten voelen dat je van mensen houdt. Ik ben ook dichter bij de doden. Hier in Deventer, als er echt eenzame doden zijn, dan word ik gevraagd door de gemeente of ik een gedicht wil schrijven voor de overledene. En dan krijg ik 3, 4 steekwoorden en daar ga ik een gedicht over maken. En dan sta je alleen maar met de ambtenaar en met de uitvoerder van de begrafenisondernemer, sta je dus met z'n drieën aan het graf. En kan je nog één keer zijn of haar naam noemen? En dat vind ik zo mooi. Dan denk ik, nou, ik denk dat je zo de wereld een beetje mooier maakt.